hoort bij opdracht 2.6 curve plaatsen in het overhemd. Net als bij de opdracht 2.4 en 2.5 gaan we eerst de delenorganisatie in orde maken en voegen we de benodigde delen in voor de modelintekening. Wanneer je dit gedaan hebt, koppel je de lijnen waar mogelijk, hier zet je knipjes, schrap de hulplijnen en tenslotte teken je een curve jukstuk overhemd. Dit jukstuk bind je vast aan het eindpunt van de zon op de rug en moduleer je naar eigen inzicht. Maar denk goed na over het weghalen van de koe. Schakelen we over naar grafisch, waar ik inmiddels het rugband heb, voorband en rugband heb geopend. Van opdracht 2.3 ga ik naar de delenlijst. Ik noem het eerste deel boven stuk 50. Ik open twee nieuwe lege delen, waarvan ik het tweede deel met streepjes aangeef om het onderscheid tussen de verschillende fases aan te duiden. En het derde deel noem ik model, intekening, enter. En die maak ik ook actief, want daar wil ik in overtrekken. Het oogje bij de modelwissel, fasewissel zet ik uit en dan heb ik als het goed is het oogje aan bij bovenstuk 50 en mijn actieve deel op de modelintekening. Vervolgens ga ik naar het hoofdmenu, daar kies ik op invoegen en ik klik de lijnen aan die ik nodig heb. Let op, klik ook de oorspronkelijke schouderlijn van het rugband aan. En het armschat heeft twee knipjes, een beetje lastig te zien. En ik geef de heup-taillijn en heuplijn aan. Voorband geef ik de taillijn aan, heuplijn aan. In plaats van de zon, alleen een knipje. Nu heb ik de oorspronkelijke schouderlijn niet nodig. Ik keur het goed met de V, rechtermuisknop. Klik knop ingeduwd houden, sleep en loslaten om het onderliggende deel weg te sturen. Ik ga knipjes plaatsen op de plekken waar deze nodig zijn. Dat is knip op de zijnaad van de heup achterpand. Knip op de zijnaad van de taille in het achterpand. Knip op de zijnaad van de taille in het voorpand. En een knip in de zijnaad op de taille van de heup van het voorpand. En hier de schouderlijn in het rugband. En op de schouderlijn in het rugband. Vervolgens kan ik terug rechtermuisknop en schrap ik de stippenlijnen die ik niet meer nodig heb. Ook de schouderlijnen heb ik niet nodig, want daar heb ik mijn knipjes voor staan. Terug naar het hoofdmenu en ik ga lijnstukken koppelen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld de middenachternaad wil ik één lijn koppelen. De zoomlijn, dat er één lijn van is. En de zijnaad wil ik één lijn hebben. Die is één lijn, dat is één lijn, die ook. Dan zijnaad voorpand, wil ik dat één lijn wordt. Armschat voorpand wil ik dat één lijn wordt. Schoudernaad voorpand wil ik dat één lijn wordt. En dus zoomlijn van het voorpand wil ik dat één lijn wordt. Rechtermuisknop. Dit is de modelintekening. Let op, bestand opslaan als. En hij gaat nu opgeslaan, hij gaat nu 2.26 heten. Hebben we die in ieder geval opgeslagen. Nu gaan we ook in dit patroon gaan we een curve tekenen. Dus we halen de curve en gaan een jukstuk tekenen. Een jukstuk zit in het achterpand van een kledingstuk. Snijpend uitzetten. Ik plaats hem ongeveer daar. Ik zet hem even wat schuin. Zo heb ik een beginpunt en een eindpunt. Ik wil per se dat hij bij midden achter haaks is. Daarvoor ga ik richting zetten. Ik klik, punt actief maken. Ik laat hem eerst even weinig lopen met de midden achternaad.
om hem vervolgens op min 90 graden te... Ja, verkeerd om. Dat gebeurt mij nou altijd. Dus de andere kant uit 90 graden. En nu staat hij haaks. Ik wil dat hij ook haaks komt. In het zijnde zijnaad, dat die haaks op de lijn is. Terug naar instellingen. Ik zet hem even lager. En dan ga ik hem opnieuw richting zetten, want ik zie dat hij nu niet meer haaks is. En nu staat hij wel haaks. Ik voeg een punt in. Eentje. En ik bind dat punt vast. Klik punt vastpakken. Dan shift ingedrukt houden. Vervolgens klik en dan zit je aan het eindpunt van de seizoen. Hij zit nu vast aan het eindpunt van de seizoen. Naar instellingen. Een stukje naar boven. Je ziet hij blijft nu vastzitten aan de seizoen. Dan keur ik hem goed. Rechtermuisknop. F5. En dan sla ik abonneren. En dan sla ik het patroon op.